Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Vandaag ga ik weer een vraag behandelen die ons gesteld is in de afgelopen 24 uur. En dat is of er een drankje bestaat waar je snel en lekker van in slaap valt. We hebben daar heel veel research dus naar gedaan. En we zijn uitgekomen op een drankje wat ons in de eerste instantie een klein beetje verbaasde. Maar toen ik wat meer research naar ging doen, ben ik erachter gekomen dat het dus ontzettend goed werkt. En wat je daarvoor nodig hebt is een banaan, een klein gasfornuisje om water te koken en een bak met water. Wat je voor deze hack gaat doen, is je knipt het uiteinde van de banaan af. Daar kom ik zo nog op terug waarom dat is. En de banaan die ga je vervolgens 10 tot 15 minuten laten koken in water. Waarom doe je dit? Banaan is van nature een rijke bron aan kalium en magnesium. Deze mineralen zorgen ervoor dat je lichaam in een soort ruststand komt. En in combinatie met een warm drankje zal dat je lichaam volledig ontspannen, waardoor je lekkerder in slaap valt. Je kan dit drankje ook nog wat op smaak brengen met wat kaneel. En misschien wat suiker of honing wat jij lekker vindt. Maar zorg in ieder geval voor dat het aangenaam is voor jezelf, zodat je het lekker wegdrinkt. Eerst haal je de uiteinden van de banaan eraf. Dit doe je omdat de werkzame stoffen op deze manier veel beter worden opgenomen in het water. Je hoort vaak verhalen dat de schil van fruitsoorten eigenlijk het grootste gedeelte van de goede stoffen bevat. Dat is ook precies de reden waarom je de banaan met schil en al gaat koken. Dus we zijn inmiddels een kwartiertje verder. Als je even de camera draait naar onze pan, zie je dat de banaan behoorlijk verkleurd is. Dit is precies wat je wil hebben, want dit is namelijk een teken dat de stoffen die je nodig hebt eruit zijn getrokken. Je kan hem dan weggooien, je kan hem ook nog proberen. Ik zou het niet aanraden, maar in ieder geval dat hebben we niet meer nodig. En als ik even het bekertje erbij pak waar ik het in heb geschonken, zie je ook gelijk de kleur die het water heeft gekregen. Dat is best grappig. Je ziet dat hij verkleurd is en dat de banaan dus behoorlijk is leeggetrokken van de stoffen die we nodig hebben om lekker te kunnen slapen. Je kan het op smaak brengen met kaneel. Ik heb het nog nooit gedronken, maar ik ben heel erg benieuwd. Oh ja. Ik moet er nog even bij zeggen, zorg er wel voor dat je het wel laat afkoelen. Je wilt natuurlijk geen kokend heet drankje gaan drinken. Het smaakt eigenlijk helemaal niet zo heel... het heeft eigenlijk bijna geen smaak eerlijk gezegd. Wil jij proeven? Het valt hartstikke mee. Er zit een lichte banaansmaakje aan. En voor de rest heeft het eigenlijk vrijwel geen smaak. Ah, dat is best lekker. Inderdaad. Neem van mij aan, de smaak valt hartstikke mee. Plus, we willen natuurlijk allemaal lekker slapen in de nacht. En dit is de perfecte oplossing. Wil jij nog meer van deze video zien? Geef dan even hier rechtsonder een duimpje. En abonneer je linksonder even op ons kanaal. Dan houden we je iedere dag op de hoogte van de nieuwste tips die wij voor jullie hebben gevonden. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.